Oké, welkom terug in deze uitgebreide video. Ik was al begonnen, maar de postbode was plots aangebeld en ik was al vergeten op mijn. Ik was al midden in een zin, dus ik wist niet meer waar ik zat. Dus we gaan opnieuw beginnen. Dus dat zijn de kaarten die te maken hebben met de schaduw, waar we op dit moment eigenlijk mogen bewuster over worden. En dus. De eerste kaart is de schorpioenkaart, die verbonden is met de dood, maar eigenlijk meer nog tegelijkertijd ook met de hergeboorte, met nieuw leven. Want wanneer we sterven, dan eindigt het nieuwe. We transformeren, we transmuteren in een andere energie, waardoor dat we dan in staat zijn om nieuwe dingen te integreren. En dat is hetgeen waar deze kaart ook over gaat, namelijk dat we. De codes die er zijn in het universum, die gaan we meer en meer kunnen gaan decoderen. Die gaan we stap voor stap gaan ontvangen, waardoor dat we eigenlijk in staat zijn om die hergeboorte, die dus eigenlijk begonnen is met de dood van het oude, van hetgeen dat we altijd al gekend hebben, dat gaan we hier dan, naarmate dat we meer en meer codes ontvangen, want deze kaart ligt ondersteboven. Dus we hebben nog niet alle codes, maar we hebben nog niet alle puzzelstukjes. Nog niet alles lijkt zo als vanzelfsprekend. En dat helpt ons verder in die hergeboorte. In die, hoe is het woord, wat is het woord dat ik hoor? Herkalibratie. Dus die herafstemming op de nieuwe wereld. En dus dat is hetgeen wat nu op dit moment ook collectief aan het gebeuren is. Dat we nog altijd maar verder en verder angst aan het loslaten zijn om. Nieuwe codes te gaan integreren, om nieuwe manieren van leven te gaan ontdekken, eigenlijk. En dat gaat ons, want ook deze kaart ligt ook weer ondersteboven, dat gaat ons nog veel dieper vervulling brengen. Dat gaat ons nog meer bewustzijn brengen. Dat gaat ons nog verder brengen in ons welzijn, in het ontvangen van heel veel overvloed. En dan zien we dat deze kaart is, dat ligt altijd ondersteboven, en dat is Justice and. Emperor. Dus de emperor is eigenlijk de koning, is eigenlijk de keizer, als je het er letterlijk vertaalt. En dat is eigenlijk degene die meester geworden is op elk vlak in zijn leven. Die heeft een stabiliteit, een balans gecreëerd en zowel hoofd als hart is volledig in afstemming. Zowel binnen als buiten is er balans gecreëerd. En dat is ook die balans die je hier ook ziet. Maar waarom ligt die omgekeerd? Omdat we daar nog niet zijn. Onze wereld staat volledig op zijn kop. En veel mensen, dat is hetgeen dat je ook nu merkt, veel mensen proberen die eigenlijk weer gewoon hun leven gaan op te vatten van voor heel de pandemie. Maar dat lukt niet meer. Er zijn zodanig veel dingen veranderd. En het lukt niet meer zoals we het altijd gedaan hebben. En dat laat natuurlijk dat gaan dat in die doodgat gaan doen. In de einde gaat gaan doen. Wat dat natuurlijk heel veel angsten met zich meebrengt. En daar gaan de diepste schaduwen over. Dat is de grootste les in dit alles. Dat we leren om vanuit vertrouwen echt nog meer in die groei te stappen, in die spirituele groei te stappen. En dat is hetgeen waar de meeste mensen bang voor zijn, om te springen, terwijl ze eigenlijk nog niet zeker zijn wat dat het vangnet gaat zijn, of of dat het wel goed gaat aflopen. En zeker omdat ze aangewezen, niet afgewezen, maar aangewezen zijn op zichzelf, en hun eigen kunnen en hun eigen vertrouwen in zichzelf, in hetgeen waar ze voelen dat mogelijk is. En dat maakt dat heel veel mensen nog de sprong niet wagen. En dat maakt dat heel veel mensen nog steeds blijven vasthouden aan de oude, maar binnenkort gaat de oude er totaal niet meer zijn. We gaan zien, naarmate dat we verder gaan in het jaar, gaan ook veel meer structuren, zoals banken. Onderwijs gaat nog iets langer duren, maar voornamelijk regeringen, overheidsinstanties, al die dingen, dat gaat binnenkort meer en meer afbrokkelen. Je gaat zien dat het niet meer werkt. En waarom? Omdat we moeten komen tot nieuwe eenheden. We moeten komen tussen die balans. Zodanig dat we allemaal veel meer vanuit onze eigen verbinding met de zon, met de bron, kunnen gaan leven. En daarvoor opnieuw weer hier die balans, die schaal,
Daarvoor moet die nieuwe balans komen. En dan gaan we die nieuwe vervulling, die diepe vervulling, waar we allemaal naar verlangen, dan pas gaat dat op ons pad komen. En dus, wat vraagt dat van ons? Krijgen we eerst, ik ga het anders kijken. Ja, voilà, tot zover kan ik die leggen. De kaarten uitleggen. Hier opnieuw de dood. De Queen of Cups. De Hanged Man, maar wacht, hè. List die dus omgekeerd, want hier staat hij recht. En dan de Ten of Pentacles omgekeerd. Zo, moeten we hem aanvullen? Nee, oké, niet aanvullen. Misschien heb ik dat beter dan zo leggen. Zodat jullie dat beter kunnen zien. Voilà. En wat is de boodschap dat we hierbij kregen? Je ziet ook naar de kleuren. Dat is maar één kaart waar dat er echt wat meer licht in zit. En dat is die strength card. En strength card, zeker ook bij tweelingvlammen, staat voor die eenheid, staat voor die balans. En je ziet ook die acht hier, je ziet ook hier die acht, die oneindigheid. Maar in deze reading, omdat het gaat over spirituele groei en dus niet zozeer over relatie, gaat het echt over die balans in onszelf. Balans in onszelf, die dan uiteindelijk balans ook creëert in onze buitenwereld. Maar daarvoor, want de eerste kaart is judgment, dus oordeel. Daarvoor is belangrijk, want hier ligt hij omgekeerd. Dus normaal gezien, als hij gewoon zo goed zou liggen, dus niet omgekeerd zou liggen, heeft dat te maken met een belangrijke ontwaking van de ziel waarover dat gaat. En dat is er nu op dit moment nog niet. Bij de meeste mensen is die ontwaking er nu nog niet. Want je ziet ook dat hier ook, dat is ook een wereldbol die er is. En dus dit staat eigenlijk voor degenen die al ontwaakt zijn. Dit staat voor degenen die al in staat zijn, en waarschijnlijk jij ook, anders zou je hier niet naar kijken, die verbinding al met zichzelf, met zijn ziel, heeft gemaakt. Hè? Wat we helemaal in het begin in de reading gezien hebben, die hartheeling, daar gaat het over. En dat geeft dan zijn invloed op de rest van de wereld, waardoor dat eigenlijk dan de massa, wat dat hier symbool staat als deze drie figuren, die nu nog in de schaduw en in het donkere zitten, maar die voelen dat ze eigenlijk naar het licht mogen stappen, die gaan dan de anderen, de weinigen die op dit moment al het pad bewandelen, die gaan volgen. En dat gaan we meer en meer zien naarmate dat we het jaar eindigen en volgend jaar nog veel meer. En dus daarom, net daarom is het belangrijk om zelf dat pad te blijven lopen. Zelf eerst die eenheid te gaan creëren in jezelf. Want dat is nodig om uiteindelijk dan die leider te zijn. Om die leider via voorbeeld te zijn. En dus het is belangrijk om jouw eigen visie voor ogen te houden. En te weten waar hij zelf naartoe gaat wandelen. Waar hij zelf naartoe gaat lopen. En dus het is belangrijk, dat zegt deze kaart, om jouw eigen dromen te volgen. Terwijl dat je verder bouwt aan je eigen fundamenten. Want als je dat niet gaat gaan doen, ga je natuurlijk, wanneer dat heel de wereld gaat gaan verkrumbelen, gaat gaan afbrokkelen, ga je ook het gevoel hebben dat jouw wereld aan het afbrokkelen is. Maar dat is niet zo. Dus dat is belangrijk dat je die oude ideeën, de oude manieren van leven, van jouw leven vorm te geven, dat je die nu al loslaat. Want jij bent één van de enigen, van de weinigen, als je het globaal bekijkt, die leiding gaat gaan. Op zich gaat gaan nemen. Net door wie jij bent, net door de dingen die je gaat gaan doen, net door die visie die je hebt over het leven en de mogelijkheden die je ziet. En dus dat vraagt om echt de dingen op een hele andere manier te gaan doen. En dat doen we nog niet, want anders zou de Hangman en de Ten of Pentacles gewoon liggen, dus in de juiste positie, hè. Zouden ze niet omgekeerd liggen. Dus het wordt gevraagd van jou om nog meer al de oude manieren van denken, van naar de wereld te kijken, van hoe dat je gedacht had dat dingen zouden moeten gaan, of hoe dat je nu nog steeds denkt dat dingen zouden moeten gaan, hoe dat dingen gaan verlopen, om dat los te laten. Om het op een andere manier echt te gaan bekijken. Om echt vanuit een kinderlijke onschuld naar je wereld te gaan kijken. En dan
gaat ook deze gaan draaien en ga je zien dat de eenheid in jezelf, die je gecreëerd hebt, ook eenheid in je leven gaat brengen. De invloed die je hebt op anderen, door gewoon te zijn wie dat je bent, door jouw definitie van succes aan te passen, zodanig dat het jou die diepe vervulling brengt en die eenheid in jezelf brengt. En veel meer ook open gaat gaan zijn. Hè? Denk ook weer aan die harthealing waar we het eerst over gehad hebben. Wat dat je voelt diep in jezelf, dat je dat verbindt. Dus je hart met je hoofd, je hart met het fysieke, met het tastbare. Dat je dat vanuit die verbinding met je hogere zelf, dat je dat gaat gaan gebruiken om eigenlijk een nieuwe wereld te gaan creëren. Om daar stappen vooruit te gaan zetten. Dan gaan we eens zien welke boodschappen dat Metatron nog wel meegeven en nog wel aanvullen. Ja, dan hebben we Kundalini en energie, waar je nog niet volledig op ingetapt bent, en Indigo, Mystery and the Mastery of Life. Ja, dus het wordt echt gevraagd aan jou om die verdere healing te gaan doen, zodanig dat je volledige energiesysteem uitgeleend wordt, dat je die connectie en die afstemming, die uitleiding met je hogere zelf houdt, dat je leert jouw energie, dat je daar volledig leert gebruik van maken, om dingen aan te trekken in jouw leven die voor je hoogste goed zijn, en dat je tegelijkertijd ook weer herinnert en erkent dat je niet van hier van de aarde bent, maar dat je van een hoger sterrenstelsel bent, dat jouw ziel al veel meer belangrijke lessen geleerd heeft en dat die wijsheid nog steeds in jou aanwezig is. En dat net door naar binnen te gaan en door te gaan luisteren naar de signalen die je krijgt, dat je ook antwoorden gaat ontvangen, net zoals dat ik ontvang, over het mysterie, over het leven. En dat dat gaat helpen om nog verder in die meesterschap te gaan stappen. Dus sowieso, de Indigo-vlam is een hele goede om mee samen te werken. Je mag ook met de regenboogvlammen werken. Dat is een combinatie van verschillende vlammen. En die veranderen voortdurend naar gelang dat je nodig hebt. En welke vlam heb je nog? Kijk hoe dat die kleuren echt weer samen gaan zien. Dus Grace van Aartsengel Gabriel. Die heeft ook te maken met healing natuurlijk. En ook met healing van het keelchakra. En ook het delen van boodschappen. En ontvangen van boodschappen. Maar ook ontvangen van helderheid. Welke aartsengelen en de vlammen kunnen de kijkers ook nog mee samenwerken om hen te ondersteunen? Oké, dank u wel. Dus we hebben eerst dus aartsengel Gabriel met Grace. En daar zie je de blauw, indigo met combinatie van wit of diamant, afhankelijk van hoe dat jij het voelt. En die ga je helpen om nog meer genade, om meer zachtheid in je leven aan te brengen. Zodanig dat je dat de obstakels waar je tegenaan loopt, dat de scherpe punten eigenlijk wat afgerond worden. Zodanig dat je niet met het gevoel constant hebt dat je tegen die harde punten van het leven aanloopt. Dat is geen welk hoor. Dan hebben we aartsengel Sandalphon met intention, dus intentie. Het is belangrijk wat hij wilt. Het is belangrijk dat je weet wat hij wilt voor wie. Hoe wil je vooral elkaar ervaren? En dus daarvoor kan je aartsengel Sandalphon gaan aanroepen met de geel-oranje vlam. Je kan dus zeggen, dus je kan met de vlammen samenwerken via de eigenschap. Dus bijvoorbeeld hier genade, intentie, healing, overgave, vertrouwen, geduld, wat ook maar is. Je kan werken met de aartsengelen. Maar de verschillende aartsengelen werken met verschillende vlammen natuurlijk. Of je kan gewoon een bepaald kleur aanroepen. Dus dat is waar je leert om echt via jouw intuïtie samen te werken.
Als je het niet weet, werk dan altijd liever met de gouden vlam in plaats van de witte vlam. Want de witte vlam houdt per definitie nog eigenlijk de dualiteit aan met de zwarte vlam. Dus werk dan liever met de gouden of met de diamanten vlam. En dan van daaruit kan je eigenlijk de beiden ook combineren met andere kleuren. Wat hebben we nog? Aartsengel Michaël met enchantment. En die hele mooie unicorn. Dus hier ook weer die verwijzing naar dieren. Laat je leiden door de boodschappen die je krijgt. Laat je leiden door wat je voelt diep van binnen dat je mag gaan doen. En werk samen met de. Ik ben het luisteren welke kleur dat ze mee doorgeven. Is een paars-zilveren vlam. Dus hier in dit stuk is paars-zilveren vlam. En dan hebben we aartsengel Chamuel met Serenity, dus sereenheid. En dit is de zilver-grijs-witte vlam. En ook een roze. Als je gewoon de kaart ziet in het echt, zit er dus ook wat roze bij. Dus je mocht die in combinatie gebruiken met elkaar. Als je dat wenst. Als het niet oké voelt, laat het gewoon wat dat is. Maar dus, wat kan je dan vervolgens gaan doen? Ik had gezegd in deze video ook wat meer informatie te geven rond hoe je dan met de vlammen kan werken. De vlammen zijn eigenlijk voor iedereen beschikbaar. Dus je hoeft geen specifieke lessen of inwijding op opleiding te volgen, zoals met Reiki of hoe heet het weer? Ja, kan niet opkomen. Zoals bijvoorbeeld Reiki. En dus het voordeel daarvan is dat het niet uitmaakt waar je staat in je groei. Je kan nooit te veel krijgen van deze vlammen, je kan nooit te weinig krijgen. Wanneer je het open staat en leert gaat werken met de vlammen. Zeker als je nog nooit de energie of de kracht van de vlammen ervaren hebt, zou ik zeggen, begin eerst met te luisteren naar een aantal transmissies die op mijn YouTube-kanaal hier staan, onder de playlist Transmissies met de Universele Vlammen. Laat dat je leiden in welke dat je gaat beluisteren. En laat je leiden door hetgeen wat ik doorgeef, dus hetgeen wat ik zeg. Het maakt niet uit als je bijvoorbeeld in slaap valt, want dat is het teken dat eigenlijk voor je fysieke lichaam wat te veel is. En dat eigenlijk ook bewust geleid wordt door je team om eigenlijk je mind, dus je verstand, uit te zetten. En dat is zodanig dat je echt de codes en al de energieën ontvangt die je nu op dat moment hard nodig hebt. Dus ook daarin laat je leiden door je gevoel. Als een bepaalde video jou aantrekt, luister naar die video. Het maakt niet uit of je alles niet begreep of niet alles opgenomen hebt. Je onderbewustzijn neemt het op. En daarom is reclame ook zo krachtig, omdat we het vaak heel onbewust absorberen. Want wanneer je bewust naar reclame kijkt, dan verliest de reclame eigenlijk zijn kracht. Dus net hetzelfde met het werken met de vlammen. Werken, luisteren naar transmissies of healingen of wat dan ook. Dus ik zou zeggen, kies bijvoorbeeld nu op dit moment één van de vlammen dat we besproken hebben. En dan kan je zeggen van, ik roep bijvoorbeeld de heel gouden oranje vlam aan. En dan visualiseer je dat die vlam bijvoorbeeld via je kroonchakra binnenkomt, dus dat is bovenaan je hoofd. En dan laat je die helemaal doorheen je lichaam stromen, tot helemaal in je voeten. Je gaat horen in de transmissies die ik maak, dan vraag ik ook altijd om je grondingscode aan te passen. Waarom is dat? Je kan geen heldere kanaal zijn, of geen zuiver kanaal zijn, om hogere energieën te ontvangen wanneer je niet goed gegrond bent. Want dan zit je energie eigenlijk veel te hoog en zit je energie eigenlijk in de bovenste delen van je lichaam. En is er niet helemaal doorstroomd in je lichaam. Daarom kregen we daarnet ook die Kundalini-kaart. Waar dat die ook maar hier ergens onder staat. Hier, ja, hier. Daarom kregen we ook die Kundalini-kaart. Dus het is belangrijk dat je leert om jouw energie helemaal dat jouw lichaam in te nemen. Dus zodanig dat je eigenlijk echt letterlijk helemaal jouw energie, jouw ziel, jouw lichaam belichaamt. Dus volledig inneemt als het ware. En dat gaat jou tegelijkertijd weer verder duwen in je spirituele groei. Want besef ook, wanneer je gaat met de vlammen werken, dan ga je al de shit, al de schaduwen, dat je altijd maar ergens weggeduwd hebt in je fysieke, mentale, emotionele, energetische lichamen, dat die naar boven gaan komen. Dus dat kan zijn, dat er periodes gaan zijn dat je heel overweldigend gaat worden van verdriet, van emoties of wat dan ook. Maar weet dat dat de bedoeling is, dat je dat loslaat. Dat je echt dieper en dieper en dieper in die groei gaat. Nu, als je echt nog op een verder niveau, en ik ga proberen om regelmatig dergelijke video's te maken, dus waarin dat ik in de uitbreiding dan nog meer leer over het werken met de vlammen. Want ik weet dat nog niet iedereen in staat is om in die mate financieel in zichzelf te investeren.
om onmiddellijk in het traject met mij te kunnen gaan. En dat is oké. Okay. Ieder zit waar dat hij hoeft en mag zitten en moet zitten. Want ook daar zijn heel veel lessen aan verbonden. Want weet dat je financiële situatie te maken heeft met je zelfwaarde. Dit gezegd zijnde, welke boodschappen kunnen we nog meegeven? Mocht je dat willen, kun je ook mijn boek lezen natuurlijk. Daar staan er ook al heel veel transmissies in, heel veel codes in, heel veel manieren rond het werken met vlammen. En ik heb ook twee playlists gemaakt rond Ascensie en rond de vlammen. Dus er is heel veel gratis informatie al beschikbaar. En ik probeer om zo vaak, zoveel mogelijk nog gratis informatie te delen. Maar natuurlijk moet ik ook mijn rekeningen betalen, dus kan ik niet alles gewoon gratis blijven doen. Oké, wacht, was hier nog in? Nee. Welke boodschappen kunnen we nog meegeven aan de mensen die naar deze uitgebreide video bekijken? Dankjewel alvast om naar deze video te bekijken, want ook dat helpt mij verder in het van dienst kunnen zijn en in het delen van gratis informatie. Wanneer het op liefde aankomt, bestaat te laat niet. Angst voor het leven is erger dan angst voor de dood. Wachten op iets beter maakt je bitter. Wees nu al gelukkig. En dat is ook zo. Vaak zeggen mensen, ik ga gelukkig zijn als. Nee, wees eerst gelukkig. Zorg dat je in die hogere emoties zit. Dat je daar vanuit je leven vorm geeft. En dan word je echt een magneet voor al je wensen. Dat gaat supersnel. En je haalt je kracht uit het heruitvinden van je stem. En dat heeft voornamelijk ook te maken met het uitzuiveren van je hart, zodanig dat je weet wie dat je bent, wat dat jouw authenticiteit, jouw unieke energie is, wat dat die trilling is. Want we hebben niet voor niets allemaal een andere trilling. Want we zijn hier allemaal vanuit een andere energie om iedere keer andere boodschappen en die unieke energie te gaan, delen en gaan vormgeven. Oké. Okay. Ik zei oké tegen mijn team en mijn kaarten, omdat het genoeg was. Pas je grondingskoorden aan en optimaliseer ze aan je nieuwe staat. Dat mag je zeker dagelijks doen. Dus zo niet meerdere keren op een dag. Dus dan zeg je van, ik pas mijn grondingskoorden aan naar optimaal. Let op, als je transformatiekracht nog niet actief is, en als je dat niet goed weet, neem dan contact met me op, zodat we dan eens kunnen kijken of dat inderdaad je transformatiekracht actief is. Want dan ga je nog zoveel mogelijk mogen proberen of dingen gaan doen. Maar zolang dat niet actief is, ga je onmogelijk of heel moeilijk dingen kunnen manifesteren en aantrekken of transformeren. Maar dus als dat wel actief is, zeker als je met mij samengewerkt hebt, dan is dat sowieso actief. Maar dan weet dan dat je regelmatig je grondingscore moet aanpassen. Als je twijfelt, vraag gewoon aan je team hulp en dan gaan zij dat doen voor jou. Want opgestegen meesters staan aan je zijde tijdens deze reis. En dat is ook zo. We hebben een half team. We hebben een deel die vast is, dat we ontstaan zijn uit de bron. Een deel die specifiek voor dit leven is. Anderen die specifiek voor relaties zijn. Anderen die specifiek is voor bepaalde lessen dat we leren. Dus we hebben heel veel verschillende soorten teams en gidsen die ons bijstaan. Ontvang source healing via een blauwe roos in je hartchakra. Dat kan je dus visualiseren. Ik heb er ook een transmissie voor. En die kan je aanschaffen via de website, ook als je die zelf nog niet ontvangen hebt doorheen de trajecten. Waarbij dat ik jou leid doorheen een transmissie waarin je inderdaad die bronhealing, dus die zuivere healing vanuit de bron ontvangt. En waarbij dan uiteindelijk een blauwe roos, die verbonden is met onvoorwaardelijke liefde, in jouw hartchakra geplaatst wordt. En, hele belangrijke, stem elke dag af op je wensen en verlangens. Hoe meer je ermee verbindt, maar dus niet vanuit angst, maar wel vanuit het goed voelen, het blij zijn, dankbaar zijn, dat jouw wensen en verlangens er al zijn. Dan ook weer op dat moment stap je eigenlijk in op die oneindige mogelijkheden en ga je eigenlijk gaan creëren en manifesteren vanuit jouw eigen energie. De volgende boodschap is, beperkingen zijn een illusie, want jij bent oneindig. Roep de zwarte diamanten vlam aan om de dualiteit in deze situatie te tonen. En je weet, er is ook een transmissie op mijn kanaal hier met de zwarte diamanten vlam. Dus ga daar ook zeker gaan naartoe kijken. Eenheid in jezelf brengt bewuste relaties. Dus als je daar naar op zoek bent, weet je wat je te doen hebt. Focus je eerst op die eenheid in jezelf en dan ga je dat weer spiegeld zien. Vertrouw dat liefde er altijd is. Dat is ook zo. En heb vertrouwen
dat je verder stapt op je reis in de richting van je dromen. Ja, vertrouw dat alles wat er gebeurt, ook al lijkt het niet zo, maar dat het allemaal is om jou verder van dienst te zijn, om je verder te helpen. En zeker op de lastige momenten. Daarom raad ik ook aan iedereen aan die met mij samenwerkt om dingen te beginnen noteren, beginnen op te schrijven. Zeker op momenten dat het goed gaat, want dan gaan we vaak niet meer gaan schrijven. Maar die momenten waarin je inzichten krijgt, waarin je blij bent en dankbaar bent, wanneer je dan naar die momenten kan teruggrijpen en gaan lezen, momenten dat het wat slechter gaat, daar geef je eigenlijk jezelf een handvat om jezelf weer omhoog te krikken. En wat hebben we nog? Geef je over aan de energie van succes. Ja, als je niet open staat voor deze energie, dan kan de energie er ook niet binnenkomen. Dan ga je iedere keer ook het gevoel blijven hebben dat je vastzit, dat niks lukt. Leer van je fouten en maak andere keuzes. Dus sla jezelf niet tegen de kop als je een keuze gemaakt hebt en daarna die blijkt van, oh nee, dat was precies toch niet de goede keuze. Weet dan en zie het als een les die je geleerd hebt. Dat je nu weet, dat je beter geleerd, meer geleerd hebt over wie dat je bent en over waartoe dat je in staat bent. Verbind je met je seksuele energie, en dat is hetgeen dat we daarnet ook al gezegd hebben, dacht ik ergens. Je seksuele energie is je levensenergie. Dat is je energie om te manifesteren. Dat is verbonden met je kundalini-energie. En het is oké om dat volledig door je lichaam heen te laten stromen, want dat gaat je ook helpen om te doen wat dat goed voelt. Zoals bijvoorbeeld een bad nemen met essentiële oliën. En belangrijk, breng tijd door met jezelf. Vaak zijn we zodanig afgeleid, want dat hebben we hier ook gehad, distractions, hè, afleidingen. Hier was dus die beperken ons om nog dieper te zakken in wie dan we werkelijk zijn. Dus kijk op welke manier je de komende dagen tijd met jezelf kan doorbrengen en echt dingen kan doen die je goed laten voelen, zodanig dat je meer en meer ook kan zien wat je al geleerd hebt en dat je dan meer jezelf weer meer kan openen om inderdaad weer succes te ervaren op verschillende vlakken in je leven. Nu, als je ondersteuning nodig hebt, op gelijk welke manier, dan zijn er ondertussen verschillende manieren waarop dat je met mij kan samenwerken. De goedkoopste manier is het lidmaatschap Revolutie via Liefde. En dus kan je via het linkje onderaan in deze video kijken en lezen over wat dat precies gaat. Ben je klaar om echt volledig de diepte in te duiken en all the way te gaan, dan kan je in het 1-op-1 traject met mij samenwerken. Dat is waarbij dat we dan gewoon gedurende 3 maanden dat jij eigenlijk toegang krijgt tot mij 7-op-7 via WhatsApp-begeleiding. Wil je meer met de vlammen gaan werken, dan is het traject zelfrealisatie echt jou op het lijf geschreven. Zo, dat zijn wat de dingen op dit moment. Ik hoop dat je er heel wat advies en lessen al uitgeleerd hebt en dat het jou weer nieuwe handvatten heeft in jouw verdere groei en het omarmen van jouw succes. Ik vier alvast mee en dan spreken we elkaar in de volgende video. Liefst en tot aan de volgende. Dag!